Dit is het TV West Nieuws van zondag 15 maart. Met daarin. Brandweer redt mensen uit brandend pand in Katwijk. Ook Den Hoorn opgeschrikt door grote brand in bedrijfspand. En megajacht vaart door Alphen aan de Rijn op weg naar Gouda. Dag dames en heren. Het is het gesprek van de dag in Katwijk. Vanmorgen is brand uitgebroken in de voormalige visserijschool van Katwijk. Voor dorpsbewoners voelt het alsof er een stukje historie is verbrand. De zeegeschiedenis. Het water. Ja. Katwijk staat er onbekend. Als je het woord Katwijk noemt landelijk, dan is de visserijschool wel iets wat gelijk opkomt bij mensen. Ja. Een nostalgisch pand natuurlijk. Ik heb er 5 jaar op gezeten. Oude school. Vlak na 7 uur vanmorgen vat de Katwijkse visserijschool vlam. Het pand uit 1903 heeft een monumentale status en wordt nu bewoond door anti-krakers. 2 van hen zijn door de brandweer uit het brandende pand gered. Omwonenden worden wakker door alle commotie. Nou ja, ik was toch een beetje bangerig. Ja, je bent alleenig. Ik bedoelde de vlammen, jij, want de rook ging allemaal dieke op, dan mag iedereen allemaal blij. Ja, ik heb kort het een en ander gezien en voor de rest, ik weet niet het ontstaan of wat dan ook. En we waren in de buurt, dus ik dacht van nou, ik ga even langs, even kijken. Een beetje rook uit je slaapkamer, want je woont hierachter. Maar voor de rest, ja, ik ga er niet vanuit bed. Er waren heel veel mensen binnen ook, dus dat is wel schrikken, ja. Het is gelukkig goed afgelopen voor alle bewoners. Het pand is al jaren niet meer in gebruik. Katwijkers hopen dat de brand voor een nieuwe start zorgt en het pand een nieuwe bestemming krijgt. Ook wel weer voor de zee. Ja, dat hoort bij ons. Ja, echt waar. Ik hoop wel dat, dat het weer een schoolgebouwtje wordt, ja, maar dat weet ik niet. Zwerfpassie en een raampjes erin en het is weer netjes. En ook in Den Hoorn was er sprake van een flinke brand. Zaterdag rond 4:30 's middags vatte een potgrondbedrijf aan de Noordhoornse weg vlam. De brand ontstond bij lopende band waar turf en veen werden verwerkt. De brandweer was in grote getale aanwezig. Ja, de brandweer heeft snel opgeschaald, waardoor de brand aan alle kanten bestreden kon worden. Daarmee is erger voorkomen en hebben we uitbreiding weten te voorkomen naar de substraten aan de andere kant van de hal. En substraten zijn kunstmatige bodems waar planten in kunnen worden gekweekt. Rond 5:30 was het vuur weer onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden vanwege de enorme rookontwikkeling. In Gouda hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere branden gewoed op de Hoveniers en de Vossenburgkade. Verschillende vuilniscontainers en 3 schuren stonden in brand. De kliko's zijn volgens de politie aangestoken, waarna het vuur is overgeslagen naar de schuren. De politie onderzoekt de branden en een eventuele verdachte is in de omgeving van de branden aangehouden. Automobilisten moeten maandag rekening houden met flinke files als zij via de Hoornbrug Den Haag willen uitrijden. De Haagweg in Rijswijk gaat maandag opnieuw dicht voor werkzaamheden. Het gaat om het weggedeelte tussen de Jan van der Heijdenstraat en de Herenstraat en tussen de Lindenlaan en de Acacialaan. Deze afsluiting duurt tot 10 juli. Het is niet voor het eerst dat de Haagweg wordt afgesloten. Al in 2013 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de weg. Het riool werd toen vervangen. Op de oprit van de A12 bij Nootdorp richting Den Haag is zaterdagmiddag een anker gevonden. Het gevaarte viel van een aanhangwagen nadat een man deze van zijn buurman ongevraagd had geleend. Tijdens de rit viel het anker al snel van de aanhanger en versperde de oprit van de A12. Hierop besloot de chauffeur terug te rijden naar huis om een vorkheftruck op te halen en het anker zelf weer te verplaatsen. Rijkswaterstaat kreeg lucht van het gepruts en heeft het anker van het wegdek laten verwijderen. Hoe de eigenaar van de aanhanger en het anker op de actie van zijn buurman heeft gereageerd, is niet bekend. Het is centimeterwerk, zaterdagochtend in Alphen aan de Rijn. Het megajacht, Symphony, gaat dan dwars door Alphen richting de haven van Rotterdam en past nog maar net door de Julianensluis. Want de sluis is 14 meter breed en het schip is 13,85 meter breed. Op weg naar Rotterdam moet het megajacht eerst 6 Alphense bruggen passeren. De Symphony is het grootste jacht wat ooit in Nederland is gebouwd. Het privéschip is 101 meter lang. Bij de Zwaanswijkbrug gaat het mis. Daar loopt de Symphony een kleine schade op. Die schade zit waarschijnlijk op die witte rand, waar je nu tegenaan kijkt, Aro. Die witte rand, denk ik. Ja, manoeuvreren hoor. Ik heb hem daar nog even een klein stukje terug zien varen. Dat hij het niet redde.
En toen ging die inderdaad, kielen ging die erdoor. Het megajacht heeft bij een aantal bruggen maar een speling van 7,5 centimeter aan beide zijden. Dus dat vereist heel wat stuurmanskunst. Ze zouden eerst met van die grote ballen ertussen gaan, maar dat paste helemaal niet omdat de boot veel te breed is. Dus ze hadden nu hele dunne kussentjes ertussen en die zaten al bijna klem. Dus het is echt letterlijk millimeterwerk. De symfonie vaart sneller dan gepland. Ik was te laat. Ik kwam hevig fietsend uit Koudekerk. Want mijn man die ging boodschappen doen en die zei van hij ligt al te wachten bij Wouwbrugge. Dus een plens water over mijn gezicht en op de racefiets hier naartoe. En toen heb ik de eerste brug hiervoor heb ik allemaal gezien. Van wie is die boot eigenlijk? Ja, dat weten wij zelf niet. Oh, ik dacht van Louis Vuitton. Ja, de ene zegt van wel en de ander zegt van een investeringsmaatschappij. Maar ik denk dat het geheim gehouden wordt natuurlijk. Vanaf de kant wordt er met bewondering, maar ook een beetje jaloezie, naar de symfonie gekeken. Ik zou wel mee willen varen, hè? Ja, wie niet? Maar vanwege privacyredenen is dat slechts voorbehouden aan personeel, wat moet zorgen dat de symfonie zondagochtend veilig en ongeschonden in de Rotterdamse haven aankomt. In Gouda is dit weekend de traditionele verkiezingsmarkt gehouden. Dit is voor veel partijen het laatste grote moment om voor de verkiezingen van aankomende woensdag nog campagne te voeren en kiezers te winnen. Van grote partijen tot hele kleine en minder bekende politieke partijen. Ze waren er allemaal te vinden. En zo zorgt de Partij voor de Dieren voor muzikale overredingskracht, terwijl andere partijen kiezen voor ballonnen. Iets lekkers voorbij een politiek praatje. Misschien nog een muntje voor de winkelwagen. Of simpelweg gewoon flyeren. Dat kan natuurlijk ook. Moet u wel het boodschappen, meneer? Ja. Dank ja? U. Oh, dank u wel. Oh, dat is hoor. Uiteindelijk is het allemaal bedoeld om de kiezer nog over de streep te halen. Wij verwachten dat mensen tot inzicht komen en of Libertarische Partij gaan stemmen of niet gaan stemmen. Wat wij zeggen, 18 maart, ga gewoon stemmen. Dat is de enige partij die voor de ouderen opkomt, dat is 50+. De uitdaging is om met mensen in gesprek te gaan die twijfelen of die niet weten waar de Partij voor de Dieren voor staat. Nou, we proberen met mensen in gesprek te komen, A, over de vraag gaat u stemmen, want het is van belang dat u gaat stemmen. En vervolgens dan proberen we ook in gesprek te komen en een foldertje aan te reiken over de SGP. En dan natuurlijk iets aardigs erbij, een mandarijn of een rolletje pepermunt of een pen. Zou het verschil maken en ballon opblazen? Eerlijk gezegd geloof ik het niet. Maar de kinderen vinden het leuk, dus doen we het toch maar. Denkt u nog overgehaald te kunnen worden hier op deze verkiezingsmarkt? Mijn keuze is al gemaakt. Ze komen wel met allemaal folders, maar ik heb het al gedaan. Dan moeten ze wel met hele goede verhalen komen. Nee. Ik vind niet dat je op het laatste moment nog moet gaan kijken van wat ga ik eens doen. Mocht u nou nog niet weten op wie u wilt stemmen, u heeft nog tijd. Want komende woensdag dan kan er weer gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen en ook voor de waterschappen. Dan hebben we ook nog sportnieuws. ADO Den Haag heeft vanmiddag 3 punten verloren. De Haagse ploeg verloor in eigen huis met 3-1 van Heracles Almelo. Door de nederlaag ziet ADO Den Haag de concurrentie dichterbij komen. Momenteel staat de Haagse ploeg 14e. Slechts 5 punten bij de gevarenzone vandaan. Nou, deze wedstrijd op zich is een klap. En vooral omdat je een hele grote stap had kunnen maken. En nu weet je dat alles weer heel dicht bij elkaar komt. Dus dan neemt per wedstrijd de druk toe. Ja, nou ja. En één geluk is dat het bij 4 of 5 teams zo is. Je had liever niet bij die 4 of 5 teams gehoord natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Vooral omdat, nogmaals, ik denk dat we heel veel positiviteit hadden kunnen halen uit de voorgaande wedstrijden. Zelfs Heerenveen, ondanks dat je die ook verliest. En dat doen we eigenlijk elkaar tekort. En nu moeten we er de lering uit trekken dat we nog 7 hele belangrijke wedstrijden hebben. En dat we die vooral als team doen, want ik denk dat het team dat vandaag het meest als team heeft gespeeld en het besef had dat de punten halen door teamwork en keihard werken, ja, dat was Heracles, zo simpel is het. En meer sport zie je morgen in TV West Sport. ADO-speler Vito Wormgoor is dan te gast in de studio. Tot zover TV West nieuws voor nu. U kunt het nieuws blijven volgen via onze website omroepwest.nl, via Facebook en Twitter en bij onze collega's van 89.3 Radio West. Straks dan kunt u kijken naar de talkshow West Business presenteert Frits. Met vandaag aandacht voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Week van de Zorg. Aan tafel vandaag onder meer minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher en politiek verslaggever Frits Wester.
Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Nieuws vanaf 7 uur. En ik wens je alvast een hele fijne avond.